De bedoeling van deze serie, Leven met Lipodeem, is om mensen te vertellen over mijn ervaringen met Lipodeem. Het onbegrip van mijn wereld, eigen hersenspinsels en het zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ik zou deze informatie toch niet voor mezelf kunnen houden. Hallo allemaal, daar ben ik weer. Het is vrijdag, dus dit is mijn nieuw filmpje. Ik heb waarempel een onderwerp en het is niet een onderwerp waar ik heel veel zin heb om over te praten. En het is niet zo dat ik het sowieso fijn vind om over lipodeem te praten, maar jullie weten dat ik graag het bekend wil maken. Maar dit is meer een persoonlijk verhaal. En jullie hebben het al kunnen zien in de titel. Maar ik wil het dus hebben over lipodeem en dat een beetje mijn obsessie is. En dat is niet echt positief. En ik weet ook niet zo goed hoe ik het allemaal moet vertellen, maar ik ga gewoon mijn best doen en we zullen zien wat het wordt. Ik heb hier wel een beetje een lijstje, want anders raak ik helemaal de weg kwijt. Goed, nou jullie weten inmiddels dat ik lipodeem heb en ik weet dat er mensen zijn die het veel erger hebben dan ik het heb. Maar ik vind het wel gewoon heel erg lastig. Dan niet per se omdat je dan anders bent dan andere mensen, maar ik heb het idee dat ik word tegengehouden in dingen die ik graag wil. En dat zit natuurlijk in mijn eigen hoofd, want ik wil dan bijvoorbeeld gewoon andere kleding aan, of ook gewoon panties aan, of gewoon hakken dragen en dat soort dingen. Maar dat kan wel, maar als ik dat doe dan loop je natuurlijk echt een beetje voor apen bij, dus dat doe je dan niet. En nu in de zomertijd, niet dat het een hele mooie zomer is, maar dan zou ik gewoon het liefst gewoon lekker vrij over het strand heen lopen en nu, ik schaam me gewoon altijd. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die zich schamen en ook mensen die eigenlijk gewoon perfect zijn, dat die zich ook schamen. Maar ik zou het gewoon heel graag anders zien. En mijn moeder zei wel eens tegen mij, je moet gewoon ophouden met er zoveel over na te denken, want het is gewoon een obsessie en daar heb ik dus over nagedacht. En ik denk dat ik het wel een beetje zo kan noemen inderdaad. Want ik ga er mee naar bed en ik sta er ook mee op. Als ik me s'avonds uitkleed om naar bed te gaan, dan denk ik, oh bah, lelijk. En als ik dan 's morgens wakker word, is het eerste wat ik denk als ik me aankleed, oh nee. Lelijk. Of moet ik nou weer een legging aan? En ik kan toch niet heel mijn leven een legging aanhouden. En ik draag geen broeken, dus dan vind ik dat gewoon heel lastig. En dan probeer ik daar gewoon verder niet over na te denken. Maar dan, dat gebeurt natuurlijk onbewust wel. Je wil gewoon niet heel je leven legging dragen. En dat kan ook niet. Op een gegeven moment is dat gewoon geen gezicht meer. Maar ja, wat moet ik dan aan? Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Dus dan blokt het een soort van in mijn hoofd. En dan denk ik, oké, hier gaan we het gewoon niet meer over hebben. Dan ga ik gewoon helemaal niet over nadenken. En ik ga nu gewoon beginnen met mijn dag. En ik ga gewoon... Ik leef gewoon, zeg maar, per dag. Wat ik ook doe, is heel veel kijken naar andere mensen. En vooral naar benen van andere mensen. En het belangrijkste aan een persoon vind ik altijd wel het gezicht en de ogen, denk ik. Nou, gewoon de hele uitstraling, maar gewoon zeg maar even puur lichamelijk. Dan ga ik toch voor die twee en ik kijk toch ook altijd gewoon onbewust naar de benen van, oh ja, die heeft mooie benen en zo. Maar ik weet dat eigenlijk iedereen kijkt naar andere mensen en dat iedereen heeft iets waar hij zich verschaamt of wat hij mooier of beter zou willen hebben. En daar kijk je dan naar bij andere mensen. En dat is eigenlijk heel erg dom. Want ik weet dat ik ook wel dingen heb die wel mooi zijn. Maar ik kijk altijd... Ik sla altijd van mijn hoofd tot aan mijn bovenbenen sla ik altijd helemaal over. En dan denk ik alleen maar aan mijn benen. En die zijn gewoon niet mooi. En dat is ook gewoon zo. Dat is gewoon een feit. Maar toch blijf ik altijd naar andere mensen kijken en naar andere benen kijken. Dat is eigenlijk best wel heel belachelijk als je dat zo zegt. Maar het is wel zo. Ik denk dat ik vooral in de zomer naar andere mensen kijk, maar het is nu ook wel in de winter. En het komt misschien ook nu door mijn opleiding, want hiervoor deed ik de opleiding verpleegkunde. En daar ben je veel minder bezig
met kleding. En ik ben sowieso niet heel erg bezig met kleding, maar in mijn opleiding is dat gewoon wel heel erg zo. Ik doe voor de opleiding directiesecretaresse. En daar gaat het altijd om hoe je eruit ziet. En dat is ook logisch, omdat je vaak ook een visitekaartje bent van het bedrijf. Maar daar kan ik ook wel gewoon tegenop zien. Want veel mensen hebben toch wel het gedachte bij een directiesecretaresse of bij een secretaresse van die heeft een rokje aan en een panty. Nou, ik dus niet. Ja? Met wie? Moet ik het tegen mama zeggen? Hallo? Nou, dit was mijn zusje. Ik heb de draad van mijn verhaal kwijt. Maar in ieder geval, in deze opleiding is kleding gewoon naar mijn idee belangrijker dan in de zorg. En ook, het is gewoon een ander soort mensen, zeg maar. En de mensen zijn er ook veel meer mee bezig. En onbewust word je daar toch wel een beetje door beïnvloed. En ja, ik kan er dus niet helemaal aan meedoen. En dat vind ik soms wel lastig, like heel vaak. En daardoor kijk ik dus nu ook in de winter veel meer naar andere mensen. Verder praat ik er altijd heel veel over met familie en vrienden. En vaak op een hele negatieve manier dat ik dan bijvoorbeeld zeg, oh ja, wat heb ik toch weer mooie benen. Of ja, of dat ik zeg, ja, ik heb mijn vetpoten of dat soort dingen. En dat is eigenlijk, slaat het nergens op als ik het nu zo moet zeggen. Maar zo voelt het gewoon en het voelt gewoon mismaakt, denk ik. Dat komt vooral omdat ik in mijn lichaam ben ik ook niet gezond. En er zijn ook heel veel dingen kapot. En ja, dan vind ik het gewoon heel erg moeilijk dat ik dan uiterlijk ook nog weer dit erbij heb gekregen. En dan denk ik van ja, ik heb nooit geklaagd, zeg maar. En moeilijk gedaan over wat ik allemaal heb. En dat ik alles in het ziekenhuis onder controle moet blijven. En dat allemaal. En dan krijg ik dit er ook nog bij. En dit vind ik gewoon het moeilijkste van alles. Terwijl het misschien niet eens het belangrijkste is. Of niet eens het gevaarlijkste is. Maar dat komt dan gewoon omdat het uiterlijk is. Denk ik. Familie, zeg maar, de mensen hier in huis, die willen het er al geen eens meer over hebben, want die hebben zoiets van, je bent gewoon zo, en wat maakt het uit? En vrienden, die zeggen ook van, doe normaal, je bent mooi genoeg. Ik ben eigenlijk bang dat ik bijvoorbeeld nooit een jongen zou krijgen, alleen daarom. En ik zeg altijd van, ik hoef niemand, en wat maakt het uit? Maar het heeft eigenlijk gewoon met die lipodeem te maken, want ik voel me gewoon niet waardig genoeg. En dat klinkt misschien heel raar, maar zo voelt het wel. En ik weet als een jongen daarover valt, dat hij mij dan niet waard is. Maar zo voelt het niet. Ik denk ook dat ik onbewust leef naar het leven zonder lipodeem en lipodeem gaat niet weg. Maar je kan het natuurlijk wel weg laten halen en dat is wat ik altijd heel graag wilde. Maar als ik dan zie op die Facebookpagina dat mensen zeggen, moet je echt niet doen als het niet nodig is en zo, dan denk ik van nou, dan doe ik het maar niet. En nu met mijn andere levensstijl, dan zie ik ook wel verbetering. En langzamerhand wordt het volgens mij ook iets minder en dat is fijn. Ik ben echt heel blij, maar ja, ik heb het liever gewoon. Natuurlijk niet. En het klinkt misschien heel erg ondankbaar, maar ik had liever gewoon niet dat die dieet willen doen, zeg maar, dat. Ik ben wel heel blij dat ik Angela heb gevonden op het internet en dat ik dit aan het doen ben. Ik voel me in ieder geval veel beter en ik weet ook dat het beter is voor mijn lichaam en ook voor alle dingen die niet goed zijn van binnen, zeg maar. Dat, ja, een gezonde levensstijl is gewoon gezond. Toch denk ik dat het een obsessie is en ik heb wel het idee dat het iets minder wordt, omdat ik, nou, het is ook in periode en de ene keer dan waardeer ik mezelf weer meer dan de andere keer. Sorry voor de herrie, want ze houden nooit meer op mijn praat, dus ik film gewoon door. Maar het is dus ook in periode, want de ene keer waardeer ik mezelf meer dan de andere keer. En ik denk dat iedereen dat ook wel heeft, dat weet ik niet. Volgens mij zeg ik dat de hele tijd. Ik weet gewoon, dat wist ik ook al wel, maar ik kan er niks aan doen en deze mensen weten ook dat ik bezig ben met die andere levensstijl en zo. En dat vinden ze ook allemaal heel stoer en zo, dat ik dat doe. En zelf vind ik het niet stoer. Ik vind het gewoon
mijn plicht eigenlijk. En ik wil gewoon heel graag dat het helpt, omdat het nog meer helpt dan dat het al heeft geholpen. En ja, ik hoop gewoon dat ik ook nog eens op kan staan zonder direct te denken aan mijn lipodeem. Of gewoon naar bed kan gaan zonder afschuw. Misschien zijn er mensen die dit herkennen. Misschien ook niet. Misschien heb je lipodeem en denk je van nou, ik heb dat gewoon niet. Ik leef gewoon mijn leven. Nou, daar ben ik echt trots op je, want dat vind ik echt heel cool als je dat kan. Ik kan het niet. Nog niet. Ik denk dat het wel komt. Ik heb zo het idee dat ik steeds sterker word. En het is heel raar om dat te zeggen, maar ik hoop er ook gewoon op. En ik heb dus altijd het idee dat ik leef naar het leven zonder lipodeem, maar ik weet ook dat dat niet bestaat. Maar ik heb gewoon, omdat ik aan alle dingen die in mijn lichaam niet werken zoals het moet, daar kan ik niks aan doen. En dat accepteer ik. Maar de lipodeem accepteer ik gewoon niet. En dat ga ik ook gewoon niet doen. En ik ga er gewoon alles aan doen om het te verminderen of weg te laten gaan. Hoe dan ook, daar ben ik al heel lang mee bezig. Daar ben ik al 7 jaar mee bezig, denk ik. En ja, ik ga daar gewoon mee door. Want het gaat niet mijn leven overnemen. Gewoon niet. Dat laat ik gewoon niet toe. Hoe dan ook. Ik heb zo het idee dat dit een beetje een lange video is geworden. Sorry daarvoor. Hij was ook niet zo heel erg vrolijk en opgewekt. Ik ben zelf ook niet zo heel opgewekt vandaag. Maar ja, wie is het wel met het weer? Het regent. Het onderwerp is gewoon ook niet heel erg dat je denkt van yes, joepie, wat een leuk onderwerp. We gaan even lekker vrolijk doen. Ik word ook heel vaak onderbroken. Dus als het warrig is, sorry. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Je kan de video liken en je kan hier abonneren op de rode knop. En wens ik je een heel fijn weekend en dan zie ik je de volgende keer weer. En dan hoop ik terug te zijn met een wat leukere video. Doeg!